En de afspraken tussen de vakbeweging en regering worden niet uitgevoerd zoals besproken zijn. Dit liet Robbie Berenstein, voorzitter van C47, vandaag weten tijdens een persconferentie. De vakbeweging heeft in 24 staatsbedrijven en stichtingen een vakbond. Met de regering was afgesproken dat in al deze organisaties en bedrijven er een vertegenwoordiger van werknemers in het bestuur zou worden opgenomen. Echter zegt Berenstein dat slechts in 2 besturen de vakbeweging is benoemd. In 7 bedrijven zijn de besturen reeds benoemd zonder dat de voordrachten van de vakbeweging zijn gehonoreerd. Berenstein vindt dat de vakbeweging niet uitgesloten kan worden in deze functies. Bij ons gaat het niet om de RVC. Het gaat erom wat gebeurt met die bedrijven. Ja. Hoe staat het met de continuïteit? Voor zover er zich misstanden hebben voorgedaan, hoe geschiet het herstel? Inclusief als er mensen berecht moeten worden of niet. Wat is de doelstelling? Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf? Op welke manier gaan we daar verder invulling aan geven? Dus het gaat om het totale bedrijf, met beleid. Ja, rond die ondernemingen en instellingen. En daar moeten we op alle mogelijke manieren worden bij betrokken. Want aan het tekenen, dat wil ik ook aan het thuis doen. Berenstein haalde verder aan dat de benoeming van vakbondsleden in RVC's deel is van het groot geheel. Daarom zal de vakbond haar strijd onverkort voortzetten. C47 zal de groep van staatsbedrijven bij elkaar roepen om te praten hierover. Ook wil de vakcentrale met de regering praten over de mogelijke doorlichting van staatsbedrijven. Ja, en er zijn bepaalde ideeën over wat met die bedrijven te doen. Tot nu toe, Noasman op Picunex, daar zijn we totaal niet over geconsulteerd. Ja. Want echt, als je een subsidie hebt binnen een bedrijf, dan moet je komen. Wie zou je een beter beeld kunnen geven van wat er aan de hand is in de bedrijven dan die werknemers? Dus wij eisen op elk stuk die betrokkenheid. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakorganisatie C47. Hij sprak vanmiddag tijdens de persconferentie over de benoemingen van vertegenwoordigers van de vakbeweging in diverse raden van besturen van staatsbedrijven en stichtingen die nog niet op gang zijn gekomen.